Goedemiddag, Steve Groff hier. Mag ik vragen hoe jij heet? Ja, Marleen Ruijs. Marleen Ruijs. Marleen, ik ben psychiater, maar ik wil graag dat je mij Steve noemt. Vind je het erg? Nee hoor. Bij het begin wil ik eerst een paar grondregels stellen. Ja. Zodat jij begrijpt wie ik ben en ik kan een beetje begrijpen wie jij bent. Het is namelijk zo, ik ben Amerikaan. Ik ben hier gewoon toevallig, met vakantie. Ik spreek Nederlands omdat ik ben hier afgestudeerd. Dus ik ben psychiater. Ik hoop dat je dat niet eng vindt. Nee. Ik kom toevallig hier op een moment wanneer er iets over dit weekend is gebeurd. En wat ik wil eerst zeggen is dat je moet begrijpen dat ik ben niet partijdig. Ik zie alles gewoon uit een oogpunt van te proberen te begrijpen wat hier aan de hand is. Ja. Punt 1. Alles wat met brutaliteit en agressie en slaan heeft te maken, is verkeerd. Dat is mijn stelling. Dat moet nooit gebeuren. Nee. Men moet mensen nooit slaan. Ik wil graag deze interview met jou maken en een paar vragen stellen, maar je moet begrijpen, als ik toevallig iets zeg die niet goed Nederlands is, je moet me niet kwalijk nemen. Als er een misverstand is, dan moet je me ook niet kwalijk nemen. Maar ik wil vragen stellen soms die je zal denken, oh, hij vertegenwoordigt de regering, of oh, hij vertegenwoordigt iets. Ik wil bij voorbaat zeggen dat dat is de grondregel, dat is een misverstand. Ik ben een ouder, ik ben een kind. Ik zie de regering als een ouder ten opzichte van de bevolking, die kinderen zijn ten opzichte van de regering bijvoorbeeld. Ja. Dat is een analogie. Hè? Dus met deze stellingen wil ik gewoon beginnen om te vragen, Marjolein, wat is er nou met jou gebeurd over dit weekend? Ik werd gebeld door de SP Jongeren. Of ik wilde helpen bij de demonstratie. Daar vroegen ze mij of ik bij de ordendienst wilde helpen. Omdat er wordt zorgen dat de demonstratie gerustloos verloopt. Wat betekent SP Jongeren? Socialistische Partij. En dan zit ik bij de afdeling van de jongeren in Amsterdam. En als ordendienst was ik daar om dus de mensen, als er iets zou gebeuren, het door zou geven aan de politie of aan iemand, naar een andere coördinaat die het ook weer met de portofoon kon zeggen eigenlijk. Had je ooit gedacht dat zou je in gevaar kunnen brengen? Nee, totaal niet, want het was zo positief en vriendelijke sfeer. Aan het eind van de demonstratie, die helemaal goed verlopen was, we kwamen weer op de Dam. Toen hoorden we dat we snel naar het centraal station moesten als ordendienst. Omdat er een voorval was gevallen dat er Italiaanse mensen in de trein vast werden gehouden. En dat er mensen die er wel uit zijn gekomen en andere mensen in opstand daar kwamen. En er waren heel veel ME-mensen aanwezig. Wij kregen de orde om daartussenin om de ME rustig te houden en de demonstranten. Maar wat bedoel je nou als je zegt je moet de ME rustig houden? Wat zijn dat nou voor mensen? En nou, we moesten met onderhandeling komen met de ME, zodat zij precies wisten wat wij voor ons onderdeel in de demonstratie waren. En niet dat wij in onderhandeling met hun moesten komen. Dat zijn toch mensen zoals bijvoorbeeld jouw vader zou bijvoorbeeld zo'n baan kunnen krijgen. Ja. Ik bedoel, vind je dat het woord ME betekent als slechte mensen? Nee, dat niet. Maar op dat moment hoorden ze eigenlijk met ons in compromis te komen. Dat wij ook op de hoogte werden gesteld wat hun verdere acties waren. Ja, maar je begreep dus dat er waren twee kanten van een zaak hier. Dat jullie
wouden in het midden zitten, een soort bufferzone te maken tussen de regering, die vertegenwoordigd is door politieagenten, ME en desnoods wat nog meer. En aan de andere kant vredevolle mensen die wouden gewoon een demonstratie houden om iets te zeggen. Ja. Kan jij nou uitleggen wat de demonstranten wouden uitleggen? Wat wouden die mensen, als ik het kan zeggen via de analogie, als kinderen ten opzichte van de regering, wat wouden die kinderen zeggen tegen de ouders? Nou, die kinderen, die, ja, ze wilden die demonstratie bij de Italianen, ze wilden vreedzaam dat ze die mensen vrij lieten en uit de trein de Italiaanse mensen ook mee lieten demonstreren. Ja, ik wil je niet interromperen, maar dat begreep ik. Die mensen zijn aangekomen en de regering heeft gezegd, nou, ze hebben iets fouts gedaan of graffiti op de treinen gezet en dat niet juist was. Of later hebben ze gezegd dat ze geen kaarten hadden. Dat zijn allemaal smoesjes om die mensen gewoon tegen te houden. Maar ik vroeg, waarvoor zijn die mensen op de eerste plaats gekomen? Wat wouden die mensen in het algemeen hebben voor deze incidenten had gebeurd? Nou, wat willen de mensen dus? Er waren zelfs mensen die kwamen helemaal uit hun eigen land, helemaal te voet naar Nederland gelopen als actie tegen de werkeloosheid. Sommigen die kwamen helemaal op een fietsroute en via motoren. Helemaal echt omdat het tegen één Europa waren ze. Tegen de munt, de euro en tegen dat de werkloosheid het grootste gedeelte. Dus met name er zijn verschillende dingen wat, waar de regering voor is in het algemeen. Ja. En sommige mensen zijn er wel mee eens en sommige mensen zeggen nou andere dingen hoeven meer belangrijk te beschouwd worden. En dat was juist waar die mensen het over hadden. Ja. Dit is hun methode om tegen de regering te spreken en te zeggen, ja, we zijn er niet mee eens en wij willen gewoon een demonstratie maken, omdat wat jullie doen is niet precies wat wij willen. Ja, dat klopt. En zijn deze mensen in de meerderheid of de minderheid? Ik bedoel, is de regering nou een vertegenwoordiger van de massa of is de regering nou niet een vertegenwoordiger van de massa zoals jij dat begreep? Nou, ik vond dat er te veel politie op de been was. Omdat de mensen waren 50.000 mensen voor demonstratie. En die verliep hartstikke mooi en hartstikke goed. En doordat zoveel politie wat agressie uitstraalt, daardoor is het een soort uitlokking. Uitlokking. Waarom denk jij dat de regering de mensen zou willen uitlokken, zodat ze zou met agressie daarop kunnen reageren? Waarom willen ze dat doen? Nou, het is omdat in de Eurotop zijn er allemaal stukken Amsterdam waren afgebakend. Want daar mochten wij niet heen. En daardoor moesten ze de stad ook extra bewaken. Er werden ook al veel mensen ingezet. En elk incident wat er zou kunnen gebeuren, moesten ze ingrijpen. Om het zo veilig te houden voor de mensen die de stad zouden betreden. Maar dat is, naar mijn inzien, is het te uit de hand gelopen. Ja, inderdaad. En jij bent ook onder de baton gevallen, of ja, niet? Kan je ons iets erover vertellen? Wij stonden in een menselijke lijn eigenlijk, een soort hekwerk van mensen gemaakt tussen de ME en de demonstranten. Een bufferzone te maken tussen die twee. Maar hebben de ME jullie gewaarschuwd om uit de weg te gaan of zo? Nee, dat was juist. Ze zouden ons een teken geven als ze hun iets zouden ondernemen. Maar dat is niet gebeurd. Hun hebben zelf iets uit vrije wil hebben hun dat gedaan. En wij merken dat toen kwam er een ME-busje op onze recht af. Door onze lijn heen. Wij hebben toen wel weer gesloten, maar we keken achterom. Toen werd hij door de demonstranten, omdat hij tegen de mensen inreed, werd hij tegenaan geschopt en geslagen en kapot gemaakt. Daardoor werd de ME, mensen die tegenover ons stonden, kwaad. Die kwamen toen naar ons toe en die hebben toen ik omkeek naar het busje, hebben die mij om me achter.
ik begreep wat je vertelt. Jij hebt het over enkele individuen, dus niet over een hele grote plan van die mensen, maar er waren enkele individuen die hebben het gewoon verloren. Ja. Die hebben niet op de juiste manier hunzelf gedragen, maar nee, dat zijn het enkele van de ME. Er waren een stuk of 20 ME's eigenlijk, en ook een paar te paard eigenlijk, waar het maar een heel klein groepje van wat eigenlijk het hele plan van de ME opzet was eigenlijk. Maar hoe kan je nou weten dat wat enkele van de ME'ers hebben gedaan, was nou de wil van de hele groep, een plan die ze van tevoren hebben opgezet? Misschien was het gewoon de werk van een paar individuen die hebben daarop gereageerd. Ja. Of is het jouw mening dat dit was een klein gedeelte van een grotere plan? Nou, zoals ik het zag, was het gewoon een heel klein gedeelte van een groot plan wat hun uit hadden gedacht. Dus als ik het goed begreep, de regering die heeft een bepaald strategie van wereldpolitiek. Er zijn mensen die zijn er niet mee eens over heel Europa. Die kwamen hier om een demonstratie te houden. Dus peaceful, hè? Ja. Zonder strijd. Maar de regering heeft met opzet een plan gehad om deze mensen gewoon uit de weg te krijgen, ja, en hun uit te lokken zonder dat door te laten gaan op een vredevolle manier. Ja, okay. Dat is jouw mening. Kijk, dit is een ontzettend dramatisch evenement en bovendien erg emotioneel voor jou. Ja. Voor mij ook, moet ik eerlijk zeggen, want ik heb met jou die film bekeken van die footage van wat er toen, ja, ter plaatse gebeurde. En ik zag jouw gezicht en ik zag wat gebeurde. Dus je moet geen misverstand hebben weer om terug te keren op de grondregels. Punt 1, het is fout wat ze gedaan hebben. Zonder meer fout. Maar jij stelt voor dat het niet alleen fout was, maar dat was een eigenlijk bewuste plan van de regering om dit te doen. Als dat zo is, wat zegt dat nou tegen jou als Nederlandse? Nou, ik vind het fout dat de Nederlandse regering met te veel geweld eigenlijk dingen probeert recht te trekken, zoals en proberen vrede te houden in de stad. Maar ik vind ze moeten minder geweld. Ze hadden eigenlijk alleen de gewone politie bij de demonstratie moeten houden. En dan zou, naar mijn mening, zou de demonstratie dan veel vriendelijker en veel minder kapotsen en vernielingen zijn geplaatst in de stad. Dus wat we hier meegemaakt hebben is eigenlijk een heldere bewijs, volgens jou tenminste, dat de regering die functioneert niet op een democratische manier. Nee. Dit is eigenlijk met opzet een plan die doet ons denken aan voormalige tijden. Ja. Van, ja? Het was net een soort oorlog eigenlijk, naar mijn idee. Ik heb het wel niet zelf meegemaakt, maar we werden als wilde honden, werden we nou van hort naar her in de stad geduwd. We wisten het begot niet waar we heen moesten, waar we heen konden gaan om veilig te zitten. De politie had echt de macht in de straten van Amsterdam die avond. Dat was gewoon, met die helikopter in de lucht was het gewoon eng om daar te zijn. Dus jij hebt de echte machteloosheid ervaren? Ja, je wist begot niet wat je moest doen. Je kon vragen, maar je kreeg geen antwoord. Dat was het vreselijkste wat me overkomen is. Marjolein, ik wil tenslotte een laatste vraag aan jou stellen. Wat je nou meegemaakt hebt is verschrikkelijk, dat weten we. En als die mensen de kans waren gegeven om excuses aan te bieden, dan was het nog niet genoeg, volgens mij tenminste. Maar ik wil dit vraag aan je stellen. Als jij de macht had, met wat je nu meegemaakt hebt, als je de macht had nu, wat zou je dan doen om deze
gang van zaken te veranderen? Dat is een moeilijke vraag. Daar. Ja, denk er even na. Wat, als je de macht had, wat zou je dan graag willen doen? Terugslaan? Nee, ik zou... Op een vredevolle manier? Wil je afstuderen en dan in rechten gaan? Of, wat zou je nou doen als je de macht in je handen had op dit moment? Nou, ik zou de ME-functionarissen zou ik niet te gauw bij zo'n incident inschakelen. Want dit kon ook de gewone politie af. Dus ik zou eerst bij zo'n demonstratie zien, want dat is geen oorlog. Want ik zie de ME is net zoiets als iemand die in het leger zit. Die echt bij misdadigers op de been komt. Maar demonstranten zijn geen misdadigers. Dus die kan je ook met de gewone politie... man in functie, kan je die ook in de hand houden. En gelijk heb je. Dus je zou veranderen de methode van wat ze gedaan hebben. En als we dat zouden kunnen doen, wat zou je dan verder doen met de echte politieke situatie? Waar ben je voor, waar ben je tegen en wat wil je graag zien in de toekomst? Dus als dat demonstratie gelukt had. Als de demonstratie gelukt had, die was voor tegen de werkloosheid, dat er meer banen voor mensen zouden komen. Of dat banen eerlijk verdeeld werden. En dat iedereen even eerlijk behandeld werd, gewoon solidair met elkaar omgaan. Daar was die demonstratie. Nou, maar Marjolein, je bent wel een slachtoffer geweest van deze gebeurtenis, maar ik hoop dat je zal gauw genezen van je echte lichamelijke wonden en ook van de emotionele wonden. Ja. En ik hoop dat je zelf wel in de toekomst iets hier aan mee zou kunnen doen om het een betere situatie te maken in een betere land en een betere wereld. Ik dank je wel. Ik dank je wel. Dus dat was het dan. Interview met Marjolein, die een slachtoffer is geweest van een zeer brutale gedrag van een situatie die naar haar eigen mening is uit de hand gelopen door individuen, maar misschien ook naar haar mening tenminste een klein gedeelte van een grotere plan was. Mocht dat het geval zijn, dan heeft ze groot gelijk dat deze zaken moeten veranderen. En bovendien, die was heel helder in haar ideeën over wat wel en niet haar opinie is, tenminste van hoe het met de regering moet verder gaan ten opzichte van de Europese Unie. Steve Groff, signing off.